In de industriehaven van Nijmegen arriveerde deze dagen met de 700 ton metende kustvaarder Margriet een onderdeeltje van een nieuwe machine voor de papierfabriek in Gennep. Het vereiste heel wat vaardigheid om de hijskraan en de drijvende bok zo te bedienen dat het 85 ton wegende stalen gevaarte veilig en wel op de wal terecht kwam. Maar de manoeuvre met de kranen werd een volledig succes. Zwevend tussen hemel en aarde werd de cilinder naar de kade gestuurd en daar behoedzaam neergelaten op een zware vrachtwagen voor het transport naar de fabriek. Nu was het de chauffeur die al zijn stuurmanskunst nodig had om deze reusachtige cilinder met een lengte van 7,25 meter en een doorsnee van 4,25 meter zonder ongelukken op de plaats van bestemming af te leveren. De chauffeur bleek zijn vak te verstaan. De kolos bereikte zijn doel zonder ook maar de geringste beschadiging. In de vroege morgen naderde de gietstalen, zogenaamde krepcilinder, de nieuwe fabriek. In deze fabriek zal zij dienst doen bij de omvorming van houtcellulose tot celstofmateriaal voor sanitaire doeleinden.